Emmanuel Macron mag het nog eens vijf jaar zijn. President van Frankrijk. De peilingen hadden gelijk. Bij de presidentsverkiezingen gisteren versloeg hij tegen kandidaat Marine Le Pen ruim. Met zo'n 58 procent van de uitgebrachte stemmen. Toch moet Macron het zich niet al te comfortabel maken. Want hem staan de nodige uitdagingen te wachten. Ik noem er drie. De eerste hobbel komt al vrij snel. De Fransen kiezen in juni namelijk een nieuw parlement. En om comfortabel te kunnen regeren heeft Macron daar een meerderheid nodig. Daarvoor zijn 289 van de 577 zetels nodig. Ja, nu heeft hij dat. Die gele stoeltjes op deze kaart zijn van zijn partij. En er zijn nog wat kleinere partijen die hem ook steunen. Maar blijft dat zo? Deze meneer, Jean-Luc Mélenchon, kan hoge ogen gooien bij de parlementsverkiezingen. Hij had maar net te weinig stemmen voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En hij suggereert nu een soort derde ronde en wil premier worden. Als hij het goed doet. Wordt de ruimte voor Macron om zijn programma uit te voeren kleiner? En dat kan ertoe leiden dat hij linkser of conservatiever beleid zal moeten voeren dan hij aan zijn rechtsgere of klimaatgezinde kiezers beloofde. En telkens een ander gezicht op moeten zetten. Hij zal iets moeten doen aan de koopkrachtproblemen bijvoorbeeld van Franse huishoudens. In deze grafiek zie je dat vrijwel alle Fransen er in de afgelopen vijf jaar op vooruit zijn gegaan qua levensstandaard. Met uitzondering van de, vijf, of van de armste 5 procent. Terwijl voor meer dan de helft van de Fransen koopkracht het belangrijkste verkiezingsthema was. En is waarschijnlijk. Volgen er meer van dit soort prijsverlagingen om kiezers met een kleine beurs te verleiden? Dit is een artikel van begin april, waarin de Franse regering Macron beloofde accijns op brandstof te verlagen. Maar hoe valt dat dan weer te rijmen met het ambitieuze klimaatbeleid dat Macron belooft om groene kiezers te paaien? Klimaatbeleid, dat in zijn eerste termijn vooral bestond uit grote woorden, maar kleine daden. Het belasten van vervuiling ligt gevoelig. Grote investeringen kosten geld. Is dat er? En dan, volgens Macron, is het hervormen van het Franse pensioenstelsel van het grootste belang voor de economie. En hij belooft dat aan te pakken. Zo wilde hij de pensioengerechtigde leeftijd verhogen naar 65 in 2031. Nu is die nog 62 jaar. In de campagne schuurde hij de scherpe hoekjes al van dat plan af, maar dikke kans dat de pleinen alsnog weer vol zullen staan met demonstranten deze zomer. Dus, er is mogelijk geen meerderheid in het parlement. Er is een sterke roep uit de Franse samenleving om lastenverlichting te bieden en te investeren in klimaat. En er is verzet tegen een van zijn voornaamste speerpunten, die pensioenhervorming. Voor Macron is er één geruststelling: een herverkiezing hoeft hij niet meer te winnen, want dit wordt zijn laatste termijn. Vond je dit een interessante video? Download de app van RTL Nieuws, want daarin vind je elke dag een nieuwe editie van Z zoekt uit.